Grote favoriet voor de zeven dorpen omloop in Aalburg was Marianne Vos. Vos won deze koers in haar eigen woonplaats maar liefst 4 keer. Dit keer kan ze helaas niet meedoen door een sleutelbeenbreuk die ze een dag eerder opliep. Nee, helaas. Het is inderdaad de 6e keer dat hij is. En 4 keer kunnen winnen, en dat is natuurlijk al heel bijzonder. In mijn eigen gemeente, in mijn thuiswedstrijd. En ik vind het echt heel jammer dat ik niet aan de start kan staan. Maar ik kan nu natuurlijk wel een keer van de andere kant bekijken. Laten we het positief benaderen. Doordat Marianne niet meerijdt, is de tactiek wel veranderd. Wie heeft ploegleider Jeroen Blijlevens nu meegenomen? Annemiek Vleuten, de winnaar van gisteren. Iris Slappendel. Paulien Vraan-Prevot. Roxanne Kneteman. Talita de Jong. En Sarah Duster. Wat is een Zevendorf omloop voor een koers? En als de wind staat kan het best een selectieve koers zijn. En dat is de afgelopen jaren eigenlijk altijd geweest. Dus gelukkig waait het een beetje vandaag. Mooi weer, maar ook wind. Dus ik kan er een mooie selectieve koers van maken. We hebben redelijk wel wind. Dus daar moeten we van profiteren. We hebben de power in de ploeg. Dus we moeten iets met de wind gaan proberen te doen. Je hebt natuurlijk altijd met Marianne een heel sterke troef achter de hand in een sprint. Maar ik denk dat we hier ook met een heel sterke ploeg niet meer staan. Dus zelf kon ik ook redelijk aankomen. Dus ik denk dat we de troeven nog steeds van de hand hebben. We hebben het als team op de kant gezet en nog een keer op de kant gezet. En nog een keer op de kant gezet. Dus we hebben echt een mooie wedstrijd, echt een mooie koers van kunnen maken. Kun jij het moment beschrijven dat het peloton in tweeën brak vanaf de valpartij? Nee, die valpartij hebben we niet echt helemaal meegekregen. Maar wij zouden hier gelijk eigenlijk al na 2 kilometer gingen naar links, ging het op de kant. We gingen gelijk uit het vertrek eigenlijk op de kant zetten. Dus dan reden we gelijk al weg met een groep van 20. Goed doorgetrokken. En Jeroen had ons geïnstrueerd van, als je dan met de groep weg bent, probeer het dan nog een keer later. En toen brak die groep dan weer. Dus we waren eigenlijk al heel snel weg in de eerste paar kilometer. En dan de laatste paar omloopjes hier. Een groepje van 3. Wist je dat je de beste was? Nou, ik wist wel dat ik met de allersnelste van het peloton op pad was, met Shelley Olds. En ze had ook alweer een bekerwedstrijd in de sprint gewonnen in China. Dus ik was wel op mijn hoede voor haar. Nou weet ik wel dat deze bocht mij hier best wel goed ligt. Want vorig jaar reden we met Marianne en ik hier 1 en 2. Dus ik ging op zich wel vol vertrouwen. Ik heb nog wel geprobeerd aan te vallen. Ik dacht, misschien kom ik nog alleen weg. Ik maak in ieder geval ook voor de anderen de wedstrijd hard. Over de laatste bocht gesproken, ik heb het niet kunnen zien. Kwam je als eerste of als tweede door de bocht? Dus als eerste door de bocht, ging er nog net door langs heen. Ja. Behoorlijk hard, ja. En dan volle bak naar de finish. Ik had het wel goed bekeken, we kwamen hier 6 keer door. Dus, En dat is dan 2? Ja, in 1 weekend. Ja. Nou, het is dan minder dan Marianne die natuurlijk in haar thuiskoers niet aan de start staat. Maar zo de eer hoog kunnen houden, dan verzacht nog een beetje het leed, denk ik, voor haar. Dat ze hier niet mag rijden.